Boze leraren verzamelden zich dinsdag op de Grote Markt in Nijmegen. Daarna volgde een optocht door het centrum. Leraren staakten voor de tweede keer in korte tijd om aandacht te vragen voor hun hoge werkdruk en lage salaris. De bijeenkomst werd georganiseerd door PO in Actie, de nieuwe vakbond die zich uitsluitend richt op leraren in het basisonderwijs. De vakbond kon in de afgelopen weken rekenen op veel nieuwe leden. De regio Nijmegen ontsprong maandag voor het grootste deel de dans als het op heftige sneeuwval aankwam. De dikke pakken sneeuw die elders in het land vielen bleven deze regio bespaard. Toch begint de sneeuw die gevallen is dinsdag te dooien en dat zorgt voor natte voeten. Bijvoorbeeld in parkeergarages. In parkeergarage Marienburg stonden grote plassen water. Trotse medewerkers bij het Nijmeegse restaurant Charlotte. Het Frans-Arabische restaurant uit Nijmegen-Oost wordt geprezen om zijn bijzondere keuken en kreeg daarvoor een eervolle vermelding in de befaamde Michelin-gids. Eigenaresse en chef-kok Siebrecht Benning is er trots op. Ook vorig jaar kreeg het restaurant voor het luxe uitje al een vermelding. Nog even en dan kun je weer schaatsen in het centrum van Beuningen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Iedereen is er druk mee om vanaf 16 december weer te genieten van Beuningen on Ice. Afgelopen weekend werd de ijsvloer gemaakt waarmee de baan bijna klaar is voor alle schaatsliefhebbers. RN7 zendt alle werkdagen van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uit vanaf Beuningen on Ice.